Hoe is Outdoor Gelderland in Vragender terechtgekomen? Ja, allereerst leuk hè? Outdoor Gelderland was altijd op Papendal in Arnhem. Alleen, er worden veel evenementen georganiseerd. En het was heel moeilijk om een goede datum te vinden daar. En om een contract vast te leggen voor de aankomende 3 jaar. En je gaat zo'n evenement niet voor 1 keer verhuizen. Dus ze zijn uitgekeken naar een andere locatie. Nou, de organisatie van Outdoor Gelderland doet ook Jumping de Achterhoek. Ja, dat hebben wij hier 's winters indoor. Dus het contact was snel gelegd, laat maar zeggen. Er zijn echt, 16 verschillende nationaliteiten. Laat maar zeggen, vanuit heel Europa. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders, maar vanuit heel Europa. Nummer 9 van de startlijst. Dus een aankomeling van Luxet uit de medley van Guidan de Revel. Voor Italy, Lorenzo Argentano. Hebben jullie veel maatregelen moeten treffen in verband met de warmte? Ja, daar hebben we zeker over vergaderd. Mijn paard staat nu ook lekker af te koelen. Ik heb net gereden. Dus er zijn sowieso heel veel waterpunten om die paarden te koelen. Dat is heel belangrijk, dat ze genoeg water hebben. En je ziet achter ons dat er zijn van die skycoolers neergezet. Die een lekker briesje geven. Wij hebben extra oplaadpunten in de stallen geplaatst. Zodat de ruiters ventilatoren kunnen neerzetten in de stallen. Die vinden die paarden echt heerlijk. Die staan echt met hun hoofd zo helemaal in zo'n ventilator. Van, oh, heerlijk. Ja, lekker te genieten.